Van Schoenendijk, nou, hebben we vorige week een hartstikke goed gesprek gehad. Ik heb nog even teruggekeken en ik dacht, nou, alles zit erin om goed te presteren tegen Heracles. De kopjes stonden allemaal goed. Goed huiswerk gedaan en dan ging het zo mis. Ja, dan sta je binnen 5 minuten 1-0 achter. En wordt het een hele moeilijke wedstrijd. Want je mag tegen Heracles zeker, nee, dat is een ploeg, daar moet je eigenlijk niet achterkomen. Want dan zijn ze heel moeilijk te ontregelen. Het is heel stug. Ja, die kunnen dan vanuit die voorsprong kunnen ze aardig voetballen. En dus dat hebben we onszelf aangedaan. Hè? Want dat was natuurlijk een heel slecht moment, verdedigend gezien. En we hadden het er ook over dat je niet elke week een donderspeech kon houden, want dan ging het effect weg. Wat is er dan deze week anders gegaan? Ja, er is wel weer het nodige gesproken. En ik heb het net ook tegen je collega gezegd van het AD. Ja, kijk, je kan ook wel blijven praten. Hè? Je kan blijven voorbeschouwen, maar ik vind dat allemaal niet zo interessant. Ik wil gewoon een ploeg zien. Die er zondag staat. En, want we hebben niet zoveel tijd meer om te praten. We moeten gewoon doen. En onder wat druk moet je het beste naar jezelf naar boven halen. En als team ook. Dat is de bedoeling. En, we hebben... Wat heb je anders gedaan? Nou ja, we hebben best wel weer het nodige besproken met elkaar. Ja. Het is duidelijk dat zo'n nederlaag ook wel weer aankomt. Dus er zijn wel weer wat woorden gevallen, maar wel gewoon normaal, hè, op een rustige manier. Maar dat je ook wel elkaar confronteert en dat iedereen ook wel weer, toch ook, het begint bij jezelf. Hè, dat je toch dat spiegeltje erbij haalt en wat heb ik dan verkeerd gedaan? En zo kijk ik er zelf ook naar en zo moet je dat samen bespreken en verwerken en dat hebben we gedaan. En als ik dan eventjes in jouw spiegel mag kijken, heb je dan ook jezelf de vraag gesteld van, nou, heb ik die gasten wel op de juiste manier getriggerd, gemotiveerd? Want ik kan niet alle trainingen kijken. Of heb je een andere oorzaak gezien in die spiegel? Ja, nou ja, ik zeg toch dat ik, natuurlijk kijk je daarnaar. En natuurlijk moet jij als trainer, ik loop daar niet voor weg hoor, moet je die ploeg op scherp zetten. En het is alleen zo, het is altijd nog voetbal, hè. Er worden ook fouten gemaakt. En, dat is zo en dat overkomt je dan. En in de fase waarin we zitten is 1-0 achterkomen zo snel is wel een behoorlijke domper. Ja, en dan inderdaad zijn we niet die dingen blijven doen die je eigenlijk afspreekt op het moment dat je het veld ingaat. Als je achterkomt, ja, dan moet je wel je ding blijven doen. En ja, dan ga je lijkt wel of je dan toch vrij snel wil gaan forceren, waardoor je... met te veel mensen voor de bal uitspeelt, omdat je graag die gelijkmaker wil maken. Dus je verliest een beetje die organisatie uit het oog. En, ja, goed, daar hebben we natuurlijk over gesproken. Maar nogmaals, ik ben geen trainer die alleen maar naar de spelers wijst. Dat heeft helemaal geen zin. Ik ben daar verantwoordelijk voor, klaar. En ik loop daar helemaal niet voor weg. En, dus ik doe er ook niet zo moeilijk over. Als we verliezen met 3-1, nou, oké, dan ben ik de trainer, klaar. Heb ik gelijk als ik zeg... Natuurlijk, elk weekend is cruciaal, maar dit wordt een heel cruciaal weekend met Willem II tegen ADO om 2:30 en dan om 4:45 hier thuis Excelsior tegen Heerenveen. Ja, het is al weken natuurlijk zo. Het is net even wat meer, denk ik. Ja, maar er komt misschien wat meer druk bij kijken. Ik heb gisteren, dat vertelde ik net, ik ben bij een basketbaltopper geweest in Leiden, wat mijn club is, ZZ Leiden. Tegen Groningen, dat is een topper in de Nederlandse basketbalcompetitie. Dat is mooi om te zien, hè, dat daar spelers opstaan die op het moment dat de druk wat groter wordt, ja, dan halen ze het beste in zichzelf naar boven. Hè. Rogier Jansen gisteren. Dat is geweldig om te zien, die dan op zo'n moment 5 drietjes erin gooit. Dus ik verwacht gewoon ook dat als wij iets meer druk voelen, dat je dan het beste uit jezelf haalt. Dat niet een blokkade is, maar dat je gewoon er staat met elkaar. Dat is toch ook het mooie van sport. Maar dan heb je het wel over de top in Nederland en de lage regio in de Eredivisie. Ja, maar dat is ook de top in Nederland. Hè? De Eredivisie is de top in Nederland. En wij zijn dan misschien wel in de lage regionen terug te vinden. Maar nog zijn dit jongens die genoeg hebben meegemaakt. En die heus wel weten. Hè, we praten ook de hele week over bepaalde afspraken. Uiteindelijk sta je dan in het veld en ben je verantwoordelijk voor je eigen winkel. En samen, hè, als team, moet je een prestatie neerzetten. En, nou, daar hoort die staf bij, daar horen wij bij. En dat is ons belang, onze verantwoordelijkheid. En daar moet je niet voor weglopen, want dat hoort nou eenmaal bij topsport. En nogmaals, ik draag dat naar buiten toe wel. En die spelers weten heus wel uiteindelijk wat er van ze verwacht wordt. En ja, dan komt er nog een stuk bij natuurlijk een tegenstander.
die heel graag vanuit de omschakeling speelt. En ja, dan zal je heel, heel goed bij de les moeten zijn. En niet te makkelijk balverlies moeten leiden. Je zal ook de strijd aan moeten gaan. Want dat is ook Heerenveen. Het is ook fysiek goed in orde. En noem maar op. Dus die ploeg heeft ook kwaliteiten. Nou, en die hebben wij ook. Dus het is zaak om die naar boven te laten komen. Twee jongens die geschorst zijn. Van Weert, Kruis, Vermeulen en Elbers vervangers? Vraagteken. Ja, nou, dat zou zo kunnen. Ja. Ik heb al vaker gezegd, we hebben meer kwaliteiten. Vermeulen doet het uitstekend bij de belofte. Is een jongen die dat aan kan. Met zijn loopvermogen kan tegenstanders ook pijn doen. Elbers, snelheid, ook agressiviteit. Dus ja, dat zijn wel jongens die daar kunnen spelen. Laatste vraagje. Er zijn er supporters die zeggen van ja, allemaal leuk en aardig hoor. Een ladies day op zondag, gekleurde veters en ontbijtfilmpjes van die spelers. Maar verliezen de jongens hun focus daar niet door? Dat is onzin toch? Nou ja, kijk, dit is ook een club die volop maatschappelijk betrokken is. Dus wat dat betreft zijn er initiatieven. Ja, die horen ook een beetje bij Excelsior, alleen het mag inderdaad niet afleiden. Dus ik wil hier morgen ook geen bruid zien, ik wil morgen geen veters op het veld zien liggen. Ik wil gewoon morgen vanaf nu eigenlijk al alleen maar met die wedstrijd bezig zijn. En dat is Heerenveen. Dus. En die ladies day, ja, ik hou ook van ladies, maar ze hebben nu, dat moet dan maar apart gehouden worden. En dat moet niet afleiden of storen, want wij moeten met die wedstrijd bezig zijn. Ben jij zelf eigenlijk getrouwd op een voetbalveld? Ik ben niet getrouwd op een voetbalveld, nee. Ik woonde in Engeland toen, maar ik ben wel in Nederland getrouwd. Dat is inmiddels alweer een jaartje of, moet ik het goed zeggen, anders krijg ik bonje thuis. Maar ik denk 21 geleden of zo. Ah. Hey, trouwens, ook leuk voor Sparta. Tuurlijk. Ik ben ook natuurlijk wel iemand met een Sparta-verleden. Ik heb daar 4 jaar gespeeld, ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik heb er ook nog een aantal jaren als trainer rondgelopen. Goed dat die club terug is. De felicitaties zijn op zijn plaats. Volgend jaar 3 Rotterdamse derbies, hè? Of 6 dan eigenlijk. Dat zou fantastisch zijn en dat is een mooie uitdaging, dat moet gewoon.